Frank, behorende bij het bestuur van de Brabantse Dag, wat staat er hier dadelijk te gebeuren? Wat hier staat te gebeuren is dat we de vier jubilarissen van Vriendenkring van Gaal, die hebben in de parade van 2018 hebben die voor de 50ste keer deelgenomen aan de parade. En die worden in het zonnetje gezet door hun naam te gaan vermelden op de sokkel van het beeld De Wagenbouwer. Heel bijzonder. Zeker heel bijzonder, want eigenlijk is dit de laatste keer dat er nog jubilarissen worden toegevoegd. Dit initiatief is genomen ergens rond de 50ste Brabantse Dag. Inmiddels zitten we natuurlijk op de 62ste. Er is ook geen officiële registratie van. Dus we weten niet helemaal zeker. We moeten het hebben van de signalen van de mensen. Dus inmiddels is besloten dat we met dit initiatief om mensen zelf met naam te gaan vermelden, dat gaan we stoppen. En er leven al wat ideeën om over te stappen op het vermelden van de groepen die 50 keer deelgenomen hebben. Dat is toch voor de groepen. Dus ik kom er niet op te staan? Nou ja, de 50 niet gehaald, dan kom je er waarschijnlijk niet meer op te staan, Nathalie. Nee, klopt. Helemaal juist. Ja. De stichting heeft mooie plaatjes laten maken om deze vier te eren. En dat zijn Jean Vergaal, Co Vergaal, Henk Vergaal en Rien Vergaal, zoals jullie weten. Dus nu mogen de jubilarissen zelf de onthulling doen van hun naam op het Wagenbouwersbeeldje. Ver een beetje naar voren. Nou, en proost allemaal dan, hè? Jullie hebben allemaal 50 keer meegedaan. Komen er nog 50 bij? Ja. Nou, dat hoop ik wel, dat weet ik niet. Maar ja, ik vind 50 al een heel prestatie, dus daar gaan we even voor. Maar er komen misschien nog meer. En zolang het kan, Henk. Dan gaan we door, hè? En wie gaat er nou ook 50 keer meedoen met de Brabantse Dag? Mieke. Hoeveel keer heb je al meegedaan? Ik weet niet. Ongeveer? Hoe ben je nou? 10. 10, al 6 jaar. Kijk. Na 4 maanden meedoen. En wie heeft er al meegedaan van jullie? Wie heeft er al ooit met... En wat moest jij toen zijn? Ik weet het niet meer. En weet je nog wel wat voor kleren je aan had? Van de Flisco. Oh, dat was met hele mooie kleuren toen, hè? Ja. Yeah.